De LVK-finale is achter de rug. We gaan terugblikken en analyseren. Want wat was het een avontuur, dat LVK 2024, hè Robin? Ten eerste natuurlijk, voordat de tent op stong, wat er allemaal moest gebeuren. Hè? Ze hebben bergen sneeuwen moeten verzitten in Zuid-Limburg om het allemaal aan de gang te krijgen. Uiteindelijk heeft het zichzelf allemaal opgelost, want er loog geen sneeuw meer wie het finale was. Maar het heeft wel een spetterende finale opgeleverd, hoor. Nou, en we hebben wat nog te bespreken in deze we podcast. We hebben heel wat nog te bespreken. Wat viel dich het meest op? Of moeten we gelijk even over de sfeer beginnen? Eerst even over de sfeer in de zaal. Als we eens kijken, vorig jaar hadden we Van Roy 7000 man. Ja. Daar hadden ze misschien nog wel 1000 kaarten bij kunnen verkopen, zeiden ze toen. Dit jaar waren er 7500 kaarten te koop. En heel Facebook stond vol met kaarten. Dat betekent dus dat we ergens al aan de max gaan komen van wat er haalbaar is. En dat kan er ook aan liggen worden. Dus kijk, we zitten in het noorden, gans in het noorden, in Venroy. We zitten ook gans in het zuiden in Bestreeg. Als ze hetzelfde weer in echt gij zo'n... Of een Remung volgend jaar. Of een Remung. Dan, ja, juist. Dan krijgt ze misschien wel het aantal personen wel wat het wil volgen. De sfeer, de zaal... Of de tent, het was een hangar. Een paviljoen. Je hebt het gehuurd van de jongens van de Quant de Dix. Het was een hangar, er kostte 2 jumbo's in. Helaas op het laatste moment zelf niet kunnen gaan vanwege een privé-aanspraak die ik toch nog heb. Maar wel natuurlijk via de kanalen allemaal gevolgd. Netjes op de televisie gekeken. En de sfeer, het was gewoon echt een hele mooie sfeer. En ik begreep van de mensen die ik ken, die in de zaal waren, dat of ze nou achteraan stonden of dat ze nou... op plaats 7400 songs, of de songs op plaats eind bij Geert van Doren en Jolanda Derks. Dat maakte niet uit. Overal was het gewoon goed te volgen. En dat is het compliment aan de Schenk Kraft Company. Natuurlijk hebben die al jaren de 11e van de 11e georganiseerd. Die weten echt wel wie ze een feestje moeten organiseren. Ja, dat stong wel. En ook de sfeer, het artiestendek wat ze dit jaar groter heen gemaakt heeft. Ja. Dat was een dieper artiestendek, waardoor er meer interactie was tussen de artiesten. En een groot VIP-dek. En dan zei ik, nou, het zocht er echt geweldig goed. Ja, gelikt dus. En er waren nog wat problematiek aan de vuurkank. Hè, met geef een consumptie weg voor de stichting vroeg of de organisatie. Maar slechts €3,30 voor een consumptie. Ja. En dan vroeg ze, eerst vroeg ze het muntje dat ze een beker kunnen kopen. En vervolgens zei ze, wil ik dat tweede muntje, alsjeblieft, mogen ik dat ook nog hebben, want we hebben eigenlijk extra kosten gehad. Dat vond ik een klein beetje over de rand gewoon van de beschaafdheid. Hier. Ik bedoel, dan mogen ze het gerust ergens aanplekken, maar dat ze het groot zwik gaan zetten. En dat ze de voorzitter van het LVK dan onnogijs inzetten om dat aan de voorkant mede te delen aan het publiek. Dan denk ik, dat moeten we echt niet willen. Dan moet je zelf, had je voor het nek moeten kiezen. Had je een dak boven de kop gehad en dan had je eigen broek beter op kunnen worden. Maar goed, het was een geweldige finale, toch? We gaan naar de winnaar luisteren als eerste. Spik en Span hebben, of heet het LVK gewonnen van dit jaar met Vaste Nacht. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Zou nooit gedacht dat iedereen ons zo verschieden. Zo komt de zon weer te verdwenen. En dan rijden we ons af. Hip, hip, ala. Zo vaste lopend, vaste nacht. Ja, la. Start van Vastenacht, begint vandaag vanzelf met een levenswarte kracht. De prins gaat door de tafel, ook de joekskapel gaat plat. Zie hebben al de juiste twang gezat. Ze schreven zelf dat het een klein Hollandaise sausje is over... En ik zei het al in de veelbeschouwing geluid, ik ga een halve finale boeteklasse. 15 keer finale gehaald. Volgens mij ook het zoveelste jaar al onafgebroken in de top 4. En gewoon de 5e overwinning van Spik en Span op het LVK. Als ik dan even uittel, 15 jaar, de 5e overwinning. Dat is 33,33. Wie schoen kunt ze dat hebben?
Ze zien gewoon de terechte winnaar. Het is ook in de puntentruc. Ze hebben heel veel punten gekregen en zitten heel wiet bovenin. 15, 16, 16, 16 en 11 punten waren eigenlijk gewoon echt absoluut niet in te halen. Door Nemes niet bij de laatste jurering al. Wat eigenlijk dan wel weer een beetje jammer is. Maar goed, de volgorde is nou eenmaal bepaald van hoe ze de jury's voorlezen. En een zeer terechte winnaar. Die helaas wel het boegeroep kregen. Ja. Op het laatst. En dat boegeroep was niet voor Spik en Span bedoeld. Maar was natuurlijk bedoeld voor het systeem. En voor de mensen die het systeem niet snappen. Boegeroepen moet je echt niet waardoor een mensen hebben. Ik bedoel, dat, eigenlijk moesten dat niet willen. Want dat heeft totaal geen zin. Je kent alleen maar mensen met beschadigen en blieg halen. Boegeroepen is niet van deze tijd. We moeten samen dat vierje vieren, want als het nummer van Vastenacht erop komt, zet iedereen met te springen. Ja, dat was dus wel weer geleakt door Noor, was er wel weer een feestje in de zaal. Was het geleakt, weer een feestje in de zaal. En het systeem, dat wil ik ook wel even aan ons loesteraars uit gaan leggen. Want dadelijk komt natuurlijk, het ging natuurlijk omdat Van Lieshout den Arts eindpunt kreeg van de hoofdjury en de massale punten van het publiek. Van het publiek. Ja. Nou goed, het is zo, in december is er een voorjurering. Hij heeft 196 deelnemers en dat moet teruggebracht worden naar 60 deelnemers. In december dan gaat er een jury, die gewoon in de zaal Don Bosco, gewoon die in vier verschillende groepjes op elkaar zetten en die gewoon die nummers, die gaan ze allemaal loesteren en die gaan ze beoordelen. En die beoordelen ze met een beamer, die zien de tekst en die huren de muziek. Die hebben voor de rest geen idee. Die hebben geen clipjes, die hebben geen YouTube. Nee. Die zijn alleen maar bezig met tekst en muziek en melodie en wie lukt de melodie en allemaal dat soort dingen. En daar beoordelen die op. En dan geven die gelijk een ranking. En die ranking die is royaal. Dat is een groot verschil. Dat is van 60 punten voor de nummer 1. En dat was toevallig ook vaste nacht van Spik en Span. Gij ze nog één punt voor een nummer lid in december. En dat was heel toevallig de Prins en Oud-Prinsengras ook. Oh. Ja. Eén punt van de hoofdjury, terwijl de schrijver Job van Hoof en het schrijversgroepje waar ik zelf ook bij zit. Toch wel verwacht hij dat textueel bij de eerste 30 zou zitten. Waarom is er een eindpunt? Dat weten we niet. Dat kennen we niet nagaan. En die jurering die staat dus eigenlijk vast. Dan gaan ze naar de halve finale. Ja. En dan worden allemaal die 60 nummers weer op nee nog een keer beoordeeld. En dan wordt er gekeken wie ziet het uit, wat duidt het publiek erop. En wie vult de zaal het aan. En waarschijnlijk hebben ze ook wel een beetje in de kop wat er op dat moment gebeurt op Spotify en YouTube. En dan worden er nog een keer punten gegeven aan allemaal die nummers. En dan zien ze bijvoorbeeld bij de Prins en Noord-Prinsengers ook. Die scoren dan ineens zijn 20e plek. Dus die komen op de basis van de halve finale soms op de 20e plek. Terwijl ze eerst op de 60e plek geclasseerd werden. Door kregen ze 41 punten voor. Hoor, hebben ze 42 punten in totaal. Dat wordt dan wordt dan nog gekeken. Waar stijgt ze dan? Ja. Hoeveel punten hul ze dan over? Een totaal aantal punten, 18 punten in dit geval. Dat gaat keer 0,6 en dan hoor je ze 10,8 punten over als hoofdjury jurering, om het zo maar te zeggen. En daar komt dan nog het publiek bij. En daar komt dan nog het sms van het publiek bij. En daar waren ze dan 24. Stel dat je kijkt, 0,4 is 9,6. Hul ze 20,4 over en dan wordt ze 44ste in de uiteindelijke uitslag van de halve finale. Ik geloof wel dat een deel van de hoofdjury, die bekijk maar de halve finale. Het is niet de volledige hoofdjury. Dus het is maar een gedeelte van de hoofdjury wat de halve finale bekijkt. En die zet op die punten erbij. In dit geval, het verschil tussen 1 en 41 punten, ondanks dat we het zelf waren, is veel te goed. Dit kan eigenlijk niet. Nee. Er is ergens het fout gegaan. En dat is hetzelfde zo gebeurd met Van Lieshout en Arts. Dus. Verlies hadden we arts, die hebben het andersom gehad. Hè. Die zoten eigenlijk in de vuurgerering hij die 21 punten. En uiteindelijk in de halve finale kregen die 50 punten. Hebben ze er 71, dat waren er 38 en zo gaat het door. Dus die zien eigenlijk relatief leeg die finale ingegaan met weinig punten. En dan kreeg ze maar één punt uiteindelijk van die hoofdjury. Dat is heel erg jammer. Terwijl die eerste vijf toch gewoon altijd geplaatst zijn. En dan zou het bijvoorbeeld
Oh, daar komen we straks op terug. Maar, ja. Dat maar zien er meer van zo'n opvallendheden te melden? Die dus een heel goed verschil hebben tussen de Nee, op zich geldt dat eigenlijk wel mee. Maar, als de Leafs doorgaan, er zit wel eens af en toe een 20 punten verschil in, maar 40 punten is echt wel... Ja. Wat zit het over het systeem? Ja, misschien moet, en daar zien ze natuurlijk al in de krant uitgebreid op teruggekomen en op internet heb ik het gezien. Misschien moet LVK toch eens gaan kijken naar de jurering. En wellicht zoiets kreeg ik pas geleden ook door. Misschien moesten ze wel gewoon eind 160 plaatsen voor die halve finale en dan helemaal op nul beginnen. Ja, dat werd nou bijvoorbeeld geopperd. Ja, dat werd nou geopperd. En misschien is dat wel een optie. Dan was ze thuis op de bühne ook veel meer waard. En die liedje blijft even goed zijn waarde horen. Ik weet het niet. Het is in ieder geval, de RVK heeft gezegd, het stichtingsbestuur, dat ze gewoon heroverwegen om te kijken. Maar dat zeggen ze dukker. Dus dat is niet iets van nou. Het is alleen de laatste jaren kwamen het heel duk in elkaar over. Maar over. Met W3 en met de geliënde, toen is het oordeel van de vakjury juist hoger gewoon wegen. Ja, maar dan komen we straks. Straks ook zien wat er allemaal afgevallen is. Maar dat is allemaal voor straks. We zitten nu in Pelemaas. Zullen we echt even naar die Oud-Prinsen gaan luisteren? De Prins en Oud-Prinsigers ook. Die zijn dus 45ste geworden in de halve finale van het LVK. Ooit hoef ik te zingen, het peppie in die kerk. Gingen ze boven de rivier en was een lovendje van Hes. Ooit kalf ik voor een euro en een pils aan het buffet. Maar lukt dat niet, dan mag ik toch, want niks lukt in de pret. Hongerige oei, wie in het leven in het heeje. Hongerige oei, loor ik de zon oei, loor een god. En uiteindelijk mogen ze dus blij met zien dat ze 45ste versus 60ste steeds in december. Hij zou ook 61ste kunnen staan. En hij is überhaupt niet in mei al gestaan op die halve finale. Dus ja, super trots op zien wat ze gehaald is. Weinig deelnemers uit Pelemaas helaas. In de halve finale zat waren er maar 3. Natuurlijk wel een aantal nummers die aan Pelemaas of aan ons uitzendgebied gelinkt waren. En op de 40ste plaats vingen we de struik. De andere deelnemer uit Pelemaas die de finale niet haalde. En dat was Kos Erger met de vastgeloven mot erdoor. Kom op die batsen van de bank, want hij strijkt door. De vastgeloven mot erdoor. Dus geef vrij baan en maak plaats. Want als het pot dan gewoon weer door Einsteinse moor. De vastgeloven mot erdoor. Het gaat zo door het jaar al eerlijk zat. Ja, dan zien ze dus eigenlijk als ik eens kijk in de scorelijst dat ze eigenlijk 6 punten hebben in de voorjurering. Dus ook bij die laatste 10 zitten. Dan wordt het lastig aan om naar boven te komen. 24 punten toch nog krijgen in die halve finale. Tegen 41 punten van de Prins en Oud-Prinsen vind ik het ook een raar iets. Want ik vond de show wat Kos Erger neerzat eigenlijk... meer doen als wat de Prins en Oud-Prinsen deden, ondanks ik er zelf bij betrokken ben. En dan zien ze dat ze met sms 4,8% halen en dat ze door wel 41 punten uithalen. En ja, goed, dat resulteert in een 40ste plaats als ze alles bij elkaar pakt. Ja, het is wat het is. Ja, ze kunnen er weinig aan doen, maar dit is zien de punten. Dat is eigenlijk jammer. Ja. Maar ja, goed, er zien heel veel andere... de grootheden die het niet gehaald hebben. Nou, die het even door. Niet gehaald hebben. De klomp. Even gewoon de klomp. Op sms weer volledig eruit gevallen. Bij de hoofdjury eigenlijk ook al niet goed genoeg. En daardoor te leeg terechtkomen op 41ste plaats. Die stonden dus nog achter Kos Erger. We hebben Ronald en Karin neer te leggen. Nummer wat wij al als finale... kandidaat zogen
En ja. Misschien dat we er even nog kunnen gaan luisteren. Meteen. Ja, Robert Jansen en Job van Hoofd ja, geschreven. Ja, Robert Jansen en Job van Hoofd die dat geschreven hebben. En dan zien ze gewoon dat die 48 punten hebben in december. Dus eigenlijk gewoon vet in de finale staan. Hè. Een 12e plek hebben bij de hoofdjury. Laten we en dan luisteren, 26 nog, punten van overgooien met de halve finale. Want het gevulde Limburgers kinnen is niet te beschrijven. Het vuurtje van binnen, het is neer te leggen. Het heugt niet te zeggen, waar vast de loven betekent voor ons. Een prachtig schoenkool. Ja, maar dat is dus gewoon niet uit te leggen, zeg ik. Want het is gewoon een hartstikke mooi nummer. Het wordt nou 37 in de einduitslag. Omdat ze met de sms gewoon het missen. En ook in de uitvoering minder punten kregen. Ja. Heel erg jammer van dat mooie nummer. Maar het komen wel met vaste loop nog heel veel huren. En daar ben ik dan wel blij mee. Danny Powels dan? Ja, Danny Powels, 34ste. Nieuwkomer, hè, debutant op het LVK. Hoor ik aan de vuur gaan zijn. Misschien heeft hij nog wel een kans. Ja. Helaas ook niet gehaald. Hij nog wel 4,5% bij de sms'ers. Gehaald. Maar ja, dat is tegen bijvoorbeeld een Kos Erger redt het ook al niet. Heel erg jammer. Katja Hens, 28ste. Ik heb even Roy Powels nog. Roy Powels, sorry. Of Danny Powels, sorry. Nee, sorry. Roy Powels. Zin ik dich te lopen. Best cliché, maar dat wil ik niet versauwen. Mijn hart ik hier, gevangen door die ogen. Dit moment in beton gegoten. Zet de veerlijkspassie vast, met de vuur op het gas. Blijven weer voor eeuwig gewoon. Vannacht leven weer de langste nacht. Maar dat hoeft niet wakker te liggen, want ik zong een reportage bij L1 dat echt... Ja. Enorm veel geboekt werd. En dit nummer ga je natuurlijk bij de jeugd ook goed doen. Het is wel geschreven door Stef en Tamara van Prüfmar, hè? Dit ja. nummer. Hè? Dus dat op zich, dus ze zeggen van ja, dat zie hoe je kunnen eindigen. Ja goed, hij had het ook niet gehaald. Ik noemde net al Katja, maar eigenlijk zit er nog Veur, Paul en Leo. Met Vermotten voor Jongen. Die hij ook rentje finale gestoord als het aan de hoofdjury had gelegen. Dan waren ze er zelfs bijna bij geweest. Maar nou, Robin? 32ste plaats. Ja. Heel erg jammer. En Katja heeft laten weten dat ze geen LVK-deelnemer meer is. Nou dit Katja jaar. Gaat helaas niet meer aan het LVK-deelnemen. Gaat zich volledig richten op haar eigen repertoire. Ja. En gaat ook richting de Duitse kant, yes. richting de Kölschkant, waar ook weer hard ligt. En het groot hart, zoals het nummer heet. Dat zie je dus 18 zien geworden als dan de hoofdjury eigenlijk. Zij gewoon even lekker dik in die finale gestaan. Maar ze zakt uiteindelijk wel weer 10 plekken. Ze zakt gewoon helaas 10 plekken. En dan... Mag ik even nog naar Katja? Jazeker. Katja dus. Ja, en nu wordt ze 28ste met en dan gaan we naar de 27ste plaats. Dit is dus wie het systeem werkt van het LVK. Dus tijdens de nummer 4, degene die vierde wordt in de jurering van de halve finale W3, met dat doen we morgen. Een nummer wat echt gewoon gans Limburg zei, dat zit gegarandeerd in die finale. Alleen, ze werden dan wel vierde in die halve finale. En dan zou je zeggen, die zijn automatisch geplaatst. Want de eerste vier werden automatisch geplaatst. Maar het gaat niet over de halve finale, het gaat over de voorjurering. Dus in december zijn er 5 die werden vrijgesteld. En toen hebben we 3 slechts 36 punten gekregen van de hoofdjury. Terwijl ze er 57 kregen in de halve finale. Weren ze verder, komen ze als verder eigenlijk, zien ze geplaatst voor de finale. Maar met de sms redden ze het niet, weer ze 27ste. 27ste? Heel erg jammer. We'll be right back.
dat zou zo ook de finale kunnen hebben gestoord. Hè? Dat moest gewoon in de finale storen. Dat was gewoon een topnummer. Het is gewoon heel erg jammer dat hij de finale niet gehaald heeft. En in dit geval weer op de SMS voor. Dat is bij iedereen al een aantal keren fout is gegaan. Als ze de top 5 niet halen bij de hoofdjury, dan wordt het lastig. Hoe deed Marleen Rutte het? Marleen Rutte, 24e. Ja, ook door Marleen net niet gehaald. Als het op de hoofdjury gehaald trouwens ook net niet. Okay. En hij is 21e gestaan. Dus op zich viel het toch wel mee. En Wim werd er uiteindelijk 21ste. Dat is altijd een... Want dat is de plaats die ze toen niet wilde hebben op het LVK. Ja. En die mensen hebben ook aangekondigd dat ze er met op gaan gooien. Dat ze gaan stoppen met het maken van LVK-nummers. Volgens mij stoppen ze trouwens ook gans met optreden. Helemaal van de gezondheidssituatie van Gustijnen. Ja, kijk. En dat was dus heel erg jammer. Don Quixote. Wat een cupke. Wat een schoon cupke. Wat een schoon cupke. Even lusten. Maar met de vaste lovensdag, je let er maar eens op. Kriegen die cup in zijn grote beurt. Dan zet de veer voor drie dagen een andere kop erop. Dan wordt hij overal geschminkt en gegrimeerd. De Gustijnen die zei, ik snap niet hoe zo'n Beppie Kraven van Steunis het volk in de hooi om op deze leeftijd nog op die podia te staan. Ja, ja. Dus ongelooflijk. Jammer dat ze ermee ophooien eigenlijk. Hè. Ze hebben een klassieke sound on the shore altijd. Leuke dingen gedaan, ook met de buutredeners. En dat willen we niet. Chapeau voor wat ze gedaan hebben de laatste jaren. En voor Guus heel veel gezondheid gewenst. Even goed. Hè. Want uiteindelijk hoop ik wel dat Guus nog een aantal nummers gaat zien. Nou, ik denk dat dat niet kan laten in ieder geval. Neem ons mee, opmerkelijke zaken. Ja, opmerkelijke zaken. Ja, zo hebben we vorig jaar de jongens uit Venlo uit de moord. En dit jaar was er weer zo'n outsider en een bink. En dan zien ze dus eigenlijk dat hij het jammer genoeg net niet haalt. Het was een heel erg leuk nummer hebben bij de Jokers. Echt wel winnen. En dat is Anne Bink met... Wie blieven, wie we zien. Dat bedoel ik. Toch? Ja. De onder zal die zonne correctoren. Er was al lang het doel van heel wat joren. De boeren moesten worstjes gans verbeek. Alleen maar vega en alles duurt te week. Ook wel leuke actuele tekst. Actuele tekst. Die had je dus gewoon in december bij de voorjurering van de hoofdjuring, hij die slechts 2 punten. En daarna kregen ze er 21 in de halve finale. Dat maakt 23 punten, is echt niet genoeg. Maar met sms'en kwamen die wel weer boven de riemen. Die waren, als het aan het publiek had gelegen, waren die als 4e de finale ingekomen. En uiteindelijk toch niet. Uiteindelijk toch niet. Dus die ga je 9,94% van de sms stemmen. En daar scoorden ze heel goed met. Dus uiteindelijk toch nog naar die 34ste plaats gestegen. En dan zien ze dus waar het systeem hij net de plank mist. Heel erg jammer voor de jongens van Anne Bink. Niels en Kai dan? Niels en Kai. Natuurlijk geschreven door Marijke Gijzen. Traditioneel nummer. Traditionele nummers hebben het lastig hè, in de LVK. En dat is al wel gebleken, 30ste plaats. Scoort eigenlijk overal net niet, zeg maar, 28ste in de vuurgerering, 30ste met de uitvuring. Die valt dicht bij elkaar, dus het nummer wordt wel gewaardeerd op wat het is. En haalt het ook bij de sms'ers helaas niet. Hè. Dus in het zuiden is dat sowieso wel lastiger. Sms'en is het dan minder? Minder, ja. Even luisteren naar Niels en Kai en vrees niet. Als vieren zijn te zingen en te springen op de stoot. Vrees niet, al ben ik als vervoeren. Ik heb mijn hart verroden dan ik verloren. Nou al die liedjes en plezier en jou lang missen. Zeg ik gelukkig, door vissen. Zo zal ik het vaststellen.
ja, die zijn al 30ste geboren en dat doen ze hartstikke goed. Maar ja, door wensen dus helemaal niks met. Maar aan de andere kant, volgend jaar gaan ze gewoon weer zo'n zelfde nummer maken. Hebben ze al beloofd, ik heb het op social media gezien. Die gaan gewoon door in de stijl waar ze in bezig zijn. En Marijke gaat weer spitsvondige teksten erop schrijven en leuke woordgrappen bedenken. En dan komen die Enzo Heldruk. En ik weet zeker dat we voor de toekomst een finale halen voor deze jongens er zeker wel weer in zit. Wat misschien ook wel eens leuk is in die finale. Ja. En wat het ook helaas net niet gered. Het 24ste plaats. Ron van Richting Rooi met Hey Baas. En als ik toch dan ga kijken, ook toch met de SMS'ers 18e. Dus als het volk beslist, hij is er wel ingestort. Maar helaas haalde het niet op de jurering van de hoofdjury. En ik denk... Hey Bas, helaas, pindakaas! Ik zus ze even niet. Ik kon niet nu verkleien. De toekomst van eigen strijden. Hey Bas, helaas, pindakaas. En dan ik niet verregen. En dit nummer gaat het natuurlijk ook gewoon heel goed doen de komende vastelovend. Ja. Het is een hartstikke chic nummer en we hopen dat Ron van Richting Rooi dat hij doorblijft gewoon ook met LVK-nummers inzenden. Cover Koning is al. Dan komt het helemaal goed en volgend jaar wens ik hem echt wel die finale in. En ja, dan hebben we nog een opmerkelijke deelnemer wat ik echt wel wil benoemen. En ja, dan zitten we weer in ons eigen uitzendgebiedje. We moeten toch een klein beetje dat chauvinisme, want we moeten wel hooien, vind ik. Op de 23e plaats is uiteindelijk geëindigd Royens met die oude strolen verholen. En die had je dus gewoon echt, als het aan het publiek eigenlijk ligt, die waren gewoon tweede met sms'en in de halve finale. De tweede plek, hartstikke knap, 10,79% van de stemmen. En de nummer einde van de sms'ers was Sjoenkelen en Springen van Veer Ton met 11%. Dus zij waren nog bijna eerste geworden met sms'en. Halen het dus net niet omdat ze bij de hoofdjury die punten dus niet halen. 20 en een 23 punten, maakt 43 punten. Dan zijn ze ongerend met het rijden. Maar dit is toch heel zo? Heel erg jammer. Maar ja, dat hij in veel beschouwing ook al gezag. Het oude strolen verhoren misschien, het is leuk bedacht, maar... Ja, of het bij de hoofdjury het gaat doen, dat is altijd de vraag. We gaan even naar luisteren. De vaste loven is gedaan. Straks geit de smink weer van mijn snoet. Wadine lacht en nog steeds zit. Al is dit boek als woonsdee goed. Ik ga voor altijd met dich met. Die oude strollen verholen. Ze zingen de liedjes, we stellen het weer. Die oude strollen verholen. Ze spreken voor zich en vertellen steeds meer. Een muziek van Pim van Wielik, maar het zal toch niet lang meer duren voordat er echt een finale longt voor deze groep? Dat komt er zeker aan, want elk jaar zitten ze er net tegenaan. Hè. Ze kroepen steeds verder naar boven, ja. Al die 23ste plek. Ik gun die finale plek ook wel alleen. Ja, er zien maar 20 finale plaatsen. En dat hebben we afgelopen finale dus wel gezien. Kan van alles gebeuren in zo'n LVK-finale. Want dat is wel zeer opmerkelijk. Wij hebben bijvoorbeeld een wildvlees. Die, als we gaan kijken naar de jurering voordat we de finale ingingen. Dan zie je die dus gewoon op eind gestaan hebben. Ja, Wildvlees uit Elslo. Kunnen dus als eerste die finale in met een grandioos puntenaantal, om het zo maar te zeggen. En zakt in die finale er helemaal door, omdat ze gewoon de punten niet kregen. Ze kregen dus van die LVK-jury 13 punten. SMS zei ze natuurlijk hoeger en daarom kwamen ze een stukje onmoeig in die beoordeling.
hier vervolgens gewoon 0 punten van alle drie overige juries. Van de LVK, oud-finalisten van de Vastelovens jury en van de oud-jeugdprins en prinsessen. En kregen nog maar 4 punten bij het sms'en. Waar ze bovenin metrijden bij het publiek in de halve finale. Worden ze nou eigenlijk, ja, genegeerd wil ik niet zeggen, maar gewoon de punten meer verdeeld. Natuurlijk ook de regio was inzitten en Elslo. Mensen kennen 3 keer stemmen, stemmen 3 keer, ik weet het niet. Maar hou je dus 4 punten. 17 punten hele die over en zijn 17e geworden uiteindelijk in die finale. En wat ik me heel erg opviel, dat is ons eigen regio, dat is de Quante Dijkzak uit Kapel. Met de Drijdagsvlieg, die zijn gewoon als 4e de finale ingekomen. Ja, ja, ontzettend goed. En als we dan gaan kijken, waar ligt het aan? Die heeft 47 punten in de vuurjurering bij de hoofdjury in december. Die heeft 49 punten wie het gezien heeft. Dat betekent de show op de bühne. Nog beter. Was het nog beter geworden. En ze hebben gewoon in het sms draaien ze ook gewoon heel erg goed met. Ja, uiteindelijk. Dan zijn ze 12e geworden bij het, in de sms-uitslag. Ja, dat heeft toch ook flink een boost gegeven. Ja, dat heeft er zeker een boost gegeven. En die zijn als 4e de finale ingekomen. Uiteindelijk ook door dat ze debutant zien van sommige juries. Chris als debutant. Lastig om door de punten van te krijgen. Is gebleken in het verleden. Er zijn ook uitzonderingen daar gelaten. Daar komen we straks ook nog bij uit. Maar uiteindelijk 14e geworden in de finale. Maar wel super knap gedaan. En ook hun komen nog wel eens dukker truc op dat grote podium. Dit is de Drijdagsvlieg. Ik ben de Drijdagsvlieg. Ik leef alleen met vastgelovend. Tussen goede onderwind zie ik veel beloven. Dat ze mij niet zien vergeten, want ik krijg overal te drinken en te eten. Ik zoek rond van geluk en het mij is gegeven. Ze maakte er nou ook een mooi feestje van op de bühne. Ja, gewoon hartstikke. En op het artiestendek ging dat nog even door, zong ik. Zongen bij bijna alle filmmomenten zongen ze lekker samen ook nog in beeld. Ze hebben ervan genoten. Wel mooi, ze hebben genoten. En wat Rob Kummer, de schrijver van het nummer en de componist van het nummer, hè, die alles zelf maken, samen met Marston uiteindelijk. Ook zag van, ze hebben de telefoon aan de kant genomen en ze hebben genoten. Ze hebben de telefoon pas gepakt bij het sms'en. Ja. Ja, dat is eigenlijk wie je eigenlijk ook moet zien. Dat waren de helaas de zakkers van deze finale. Maar we hebben ook stijgers. Bijvoorbeeld de Toddezak. De Toddezak, non de ju. Even luisteren. Ja, non de ju, dan was het leven niet zo zwoer. Non de ju, dan gingen we nog langer door. Non de ju, ongeluk. En dat is een voorbeeld. 17e, als 17e kwamen ze in de finale in. Waarom kwamen ze als 17e in de finale in? Omdat ze bij SMS op de 41ste plaats waren geëindigd. Terwijl ze 45 en 53 punten van de hoofdjury hebben gekregen. Dus echt dik vet in die finale geplaatst waren. Maar helaas, het publiek kregen ze de stemmen niet van nog maar 3,27% van de stemmen was er over. Ja, als 17e in de finale in. En dan zien ze dus wat de kracht van zijn nummer is in de finale. En was ze, want dan kregen natuurlijk wel nette punten ook bij de juries. 14, 15, 8. En uiteindelijk maar 5 met het sms'en. Maar ja, echt wel mooi naar die 5e plek gegaan op dit LVK. En dat is toch wel heel erg knap. De laatste LVK. En de laatste LVK. Mooi om zo te eindigen. De grootste verrassing of de grootste verrassing. Ook misschien wel de grootste winnaar van het LVK. Ja, ik denk het ook. Waarom wel niet? He? Nou, ik denk dat dit de ongekroonde winnaar zien. De ongekroonde winnaar kwam als 14e de finale en eindigde uiteindelijk op een 4e plek. Het publiek waar ze te gans bedenst dat dit nummer bovenaan zien moeten met rijden. En dat was natuurlijk van Lieshout en Arts met Ik Wooi Niet Gaan. Ik wooi niet gaan. Ik blijf niet lang. Ben zo weg. Oké. Nog hier en dan. Het ging van braaf, nog beter, nog brokken. Ik weer gek, gaskoekoek me schokken.
het ging van lief, naar lachen, naar lallen. Dus met z'n tweeën, meer elf, met z'n allen. En die heen natuurlijk ook, als ze bij de hoofdjury een hoegere uitslag hebben gehad, waren ze nooit niet eerste geworden in deze LVK-finale. Maar dat mag ook niet uit. Die mannen hebben genoten. Die hebben het goed gedaan. Het publiekslieveling. Hebben het er vorig jaar over gehad. Misschien moet de publiekslieveling ook een aparte prijs krijgen. Een optreden in de Zoepkool. Ik weet niet. Het liep me toch dat deze act naar de Zoepkool gaat. Ja, dat zie je zo maar kennen. Die werden de komende week natuurlijk bekendgemaakt. Hè. We hebben het er allemaal naar de Zoepkool. Dat is ook nog altijd een spannend. Het is ook een eer om gevraagd te worden. Maar ik denk wel zeker dat het in de Zoepkool toeschuurt. Ja, daar kennen ze helemaal over ondergehoord. Ze zien hoe geëindigd zijn verder geworden. Ze hebben genoten. Maar er was uiteindelijk toch maar einde winnaar. En als je eens kijkt naar het aantal punten, dan zitten we echt wel bij onze grote winnaar van het LVK 2024. Voor de vijfde keer, uit 15 keer, hebben ze het gewoon voor elkaar gebokst. Neem eens minder als spik en span. Wat een winnaar. Hip, hip, voilà. De vaste loven, vaste nacht. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Yeah, Spik en Span, doe weer nachts. Dat is het einde van onze podcast. Onze laatste podcast weer van dit seizoen. Oh. En ik hoop wel dat we volgend jaar dat we hem weer mogen gaan maken. En dat we weer lekker samen kunnen gaan zitten en kunnen gaan kijken. Wat er allemaal weer voor nieuwe liedjes gemaakt werden. Want we zien weer het pareltjes gekomen dit jaar. En ik zal beloven aan de Lustriërs van volgend jaar dat ik de topografie het beter op orde heb. Ik heb heel jaar aan werken. Dat we alle streken weer opnieuw in orde hebben. En ook dat we met de finale beoordeling. Dat is altijd een beetje lastig. Hè? Deze was een beetje rommelig deze podcast. Maar dat kunnen we er zijn. Zoveel cijfertjes. Ja. Om te benemen. En het is lastig om door de juiste cijfers ook naar boven te krijgen. Grote verschillen af en toe. Maar aan de andere kant een hele duidelijke winnaar. Ik denk dat we door het LVK van 2024 wel met af kunnen sluiten. Precies. Met spik en span en vaste nacht is de winnaar. Dankjewel Robin voor de analyses, de duiding, de voorspellingen. Ja, het was niet altijd even makkelijk. Nee. En er komt altijd kritiek, maar is er goed erin geslagen. Dat is niet erg. Dankjewel, schoenen vastelovend en tot volgend jaar. Hoi. Yeah.